Eind 2015 werd het bekendgemaakt. 400 vluchtelingen zouden er komen in dit gebouw in de wijk Kronenburg in Amstelveen. De aanstaande komst van de vluchtelingen mobiliseert grote aantallen vrijwilligers. Tijdens de nieuwjaarsborrel van de Amstelveense vrijwilligerscentrale vertelt directeur Frans Huizen vol trots dat er meer vrijwilligers willen helpen dan er vluchtelingen komen. We zijn echt oversteld met allerlei mensen die zeggen, wat kunnen wij doen? Amstelveen is er klaar voor, maar het gebouw nog niet. Dat moet eerst gerenoveerd worden. En eind april is het dan eindelijk zover. Op 21 april wordt de noodopvang aan de massaal toegestroomde Amstelveeners getoond. Vol trots vertelt burgemeester Mirjam van het Veld dat Amstelveen het beter en anders gaat doen. We hebben allemaal de beelden gezien dat mensen in één ruimte zitten, 400 stapelbedjes, en hier kan het heel anders. Hier hebben mensen ruimte om ook even een beetje tot zichzelf te komen. En op 26 april komen dan eindelijk de lang verwachte eerste vluchtelingen aan. Het is nog maar een kleine groep, maar de komende dagen zullen er nog vele volgen, is de verwachting. Maar dat loopt anders. Een maand later zijn er nog steeds maar weinig vluchtelingen. Vol goede moed verzinnen de vele vrijwilligers van alles om ze te helpen. Zoals een uitje naar Paradiso, om ze al zingend Nederlands te leren. In juli komen er geen vluchtelingen bij en het gebouw loopt langzaam leeg. En op 13 augustus vertrekt de laatste vluchteling uit de noodopvang. De noodopvang is niet meer nodig omdat er minder vluchtelingen komen dan voorzien. En uiteindelijk heeft het maar 15 weken dienst gedaan als noodopvang, terwijl er van 3 jaar werd uitgegaan. En er waren maar 105 vluchtelingen gekomen in plaats van de verwachte 400. Al met al is het een storm in een glas water.